uur wakker omdat het zusje van mijn beste vriendin me wakker belde. Ik weet ook niet waarom. Ik kreeg net een appje of zo trouwens. Wat kreeg ik? Ja, een appje. Vandaag ga ik denk ik een video opnemen. En verder misschien een cover. Ja. Moet even kijken wat ik allemaal ga doen vandaag. Het wordt denk ik niet een hele interessante vlog, maar ik kan niet altijd voor jullie grappig zijn in Albert Heijn. Ik ga zelf naar beneden en ga even ontbijten. Ik eet trouwens pindakaas weer op mijn brood. Mijn ouders maken elke ochtend koffie en doen het dan even wijzen. Kan ik daarin. Maar ik heb te veel zin in een latte macchiato caramel. Zo. Ja. Te lang niet meer gehad. Vroeger, hou op met me. Tijdens mijn examens dronk ik alleen maar latte macchiato caramel. Echt alleen maar. Ik ben nu even mijn vlog van gisteren aan het editen en ik denk dat ik hem gewoon misschien wel vandaag online gooi, want ik hoor echt iedereen, oh waar zijn vlogs? En ja, dat dus. Ik kreeg een pakketje binnen, maar ik dacht, oké, bitch what, als dit de palmboom is, had ik een probleem. Ik pak even een schaar. Momenti. Mijn inners waren eventjes een soort van kapot. Niet helemaal kapot. Deel gewoon een beetje gek. De adapter of zo even. Woe! Bestie, ja. Hierbij je gerepareerde inners. Helaas had ik geen. Nee, ik had gevraagd of ze ook het nieuwe. Ja, ja. Of ze ook zo'n nieuw sluitdingetje hadden, want voor mij is kapot. Lekker confetti. Super fijn. Ik weet niet wat er nu nieuw is, maar ik vind het helemaal prima. Ik heb ook geen nieuw. Nee. Nou. Ja. Wat is dit dan? Nou, dan kunnen we weer mee verder. Dit kijken. We zien ze er. Wacht even, YouTube. Stel scherp. Hallo. Kijk, zo ziet het eruit. En dat stop je dan in je oor. En dan kan je alles goed horen. Ja, ik vind het wel heel lief. Het was volgens mij echt maar 50 euro om ze inderdaad laten repareren. Dat is super chill. En hij had ze ook nog heel op tijd opgestuurd. Want ik heb dus de 9e optreden. Dus ik had gevraagd of ik ze voor de 9e kon terugkrijgen. En dan heeft hij ze gestuurd. En dat heeft hij gelijk gerepareerd. En opgestuurd, dus dat vind ik heel aardig. Yay! Ken je dat je zeg maar aan het wiel bent, maar je lichaam denkt het is tijd om ontsteld te worden? Dat heb ik dus nu. En oh, je ziet ook gewoon niks meer. Oké, top. En ik ben echt super naar. Lijkt, nou, tenminste, ik denk dat iedereen het wel naar vindt. Dus ik ga even lekker neusstrip opdoen en ja, het valt me wel mee. Ik heb hier twee puistjes, dus nu vooral een mondje en op mijn voorhoofd. Ik heb nooit op mijn voorhoofd puistjes, nooit. En als ik slecht heb gegeten, dus ik weet niet of ik nu iets slechts heb gegeten. Ja, oké, gisteren noedels. Ik moet weer gezonder gaan eten, dus vaker mijn smoothies drinken. En ik ga ook nog lekker douchen, want dan ga ik mijn poriën openmaken en dan doe ik daarna lekker een neusstrip op ook. Ik heb geen maskertje meer, dus ik ben ook gewoon maar mee. Dat is maar even zo. Nou, ik ga lekker douchen. Ik ga even water drinken en mijn nagels doen, want ik heb mijn nagels allemaal schoongemaakt. Dus ja.
nagels. Ja, mijn nagels drogen dus gewoon niet. Dus ik zit hier echt al een half uur, nee, gewoon een uur al te wachten op dat dit droogt. Ik heb ook misschien 3 laagjes opgedaan. Ik heb dit aan. Maar ik moet dit even nog omhoog knopen en even sokken aan doen, nu maar hout. Ik zie hier een sokje en een string. Leuk, leuk beeldmateriaal dit. Gaat dit? Oh, één individueel sokje. Nou, dan pak ik deze maar, hè. Oké, dan gaan we sokken aan doen met natte nagels. Hoe doe ik dit met natte nagels? Waarom doe ik dit überhaupt? Ik ga mezelf hier echt weer voor haten. Ik heb nooit natte nagels. En ik heb ook gewoon... dit is ook mooi. Ik heb ook gewoon geen zin om geld aan te uitgeven aan zo'n nagelstudio persoon. Ik wil ook even een sponsordeel bij fixen. Nee, je gaat mijn nagels doen. Dan promoot ik jullie op Instagram. Dat gewoon niks zelf, joh. Alles via sponsordeals, doei. That's just a joke. I'm paying my own shit. Hoi, ik ga met mama even naar een tweedehands winkel. Want ik ga natuurlijk mijn verjaardag vieren. En we proberen even hier en daar leuke dingetjes te scoren. Want, lunch shit opbellen. Want, ja, ik wil een soort van zithoek maken. Kijk, ik ga laten zien waar ik dat wil. Ik wil daar wil ik een zithoek. Dus daar zo. En dan hier zo'n hele partytent. Maar zo'n zithoek moet je natuurlijk al verschillende kussens hebben. En het is nou niet dat wij hier thuis duizenden kussens hebben. Dus wij willen even naar de tweedehands winkel gaan. En even kijken of ze dat daar hebben. En kijken of ze... Ik krijg een appie. We did have them at Hello Made, the red and the blue ones. Blue ones! Oké. Nee, en misschien krijg ik van Fatboy 2 Lem 6. Wat super chill zou zijn. Ik ga even mijn waterfles aan het maken. Ik ga dus zo naar de tweedehands winkel. Gewoon even kijken wat we daar moeten kunnen vinden. Leuke kussentjes, leuke dingetjes. Ik wil even naar de Action gaan. Ik moet ook even die winactie helemaal gaan. helemaal gaan doen met wie daar uiteindelijk heeft gewonnen. Daar moet ik nog regelen. Dus wij gaan zo. Wat een grappie. We zitten in de auto. Kijk, we hebben allemaal kussentjes gefixt. Voor ja. Hoe duur zijn ze? Oh, kussentjes met vloggen. Hoe duur waren ze? Is zijn ze 1,50 of zo? 1 euro. Voor mijn verjaardag, feestje. Ik heb niks voor. Het is wel black and white. Ja. Ik ga in de trouwjurk. We are currently in de bloemenzaak. In de... Shit, ja, ze zijn shit aan het halen. Ik wilde echt heel mooi scherp stellen op de bloem, maar dan kan wel. Ja, maar ik kan het gewoon wat pakken. Nou, deze hoor. Ja, kan je doen. Dus we zijn nu in de Oosteinde, zo heet het. Nee. Weet je wat ik nu maar around lijkt? Hij is dat niet scherp. Je hebt dat nog hier die janneke dingen. Volgens mij vind je dat nog lekker ook, hè? Ja. Ja, dus moet ik even koud zetten. Ik wilde even praten in mijn vlog. we zijn terug uit het dorp al een tijdje. En toen kwam er een hele goede vriendin van de familie kwam langs. En ik ga koken. Ik ga
pompoens moet maken. Van de Albert Heijn, zoals jullie gisteren konden zien in mijn vlog. En ik heb lekker gefixt dat ik dat vandaag mag doen. Ja, ja, ja. Oh. Kijk eens wat dan. Misschien moet ik mijn statief gewoon hier wegwerpen. Wow, mijn mouw of zo. Ik heb een oversized, kijk. Oversized sweater gekocht bij een tweedehands winkeltje in Zeewolde, Roleto. Van de H&M is die oorspronkelijk. En hij is echt heel groot, maar ik vind hem echt super leuk. It's so cute! Doe een pompoen. Een kleine pompoen. Het beste mes wat je kunt gebruiken is dit mes. Zal ik deze even snijden voor je dan? Maar je moet hem schillen. Zo, zie je hoe dat gaat? Hoe zit je in de vlog? Ja nou? Ja, ik ben niet meer weg. Je vader helpt je gewoon mee. Ja nou, sommige mensen spast hij zo over. Ah nee joh. Ik was vroeger al wereldberoemd. Oké. Dat wordt nu mijn titel. Ja, dat was waar hoor. Vader was wereldberoemd. Vraagteken. Dit is wel ontzettend zwaar om te doen. Daar moet je wel kracht voor hebben. Wil je daar nu iets mee zeggen? Nou, dat is wel fijn dat ik het doe, want het gaat jou dat niet. Dat jij vet erg kracht hebt. Ja. Ja, hier heb je wel kracht voor nodig. Precies. Nou, ik had de vorige keer helemaal stukjes gesneden. Kijk eens even. Alsjeblieft. Heb je handen al gewassen? Nee. Jawel, dat is ook zo. Ja, straks al. Vanochtend ergens of zo. Nee, gisteravond. Geloof het of niet, dit wordt soep. Soep, 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 soep. Dit is het eindresultaat. Het ziet er niet super lekker uit op beeld, maar het is heel lekker. En dit is brood. Lekker. Ik ben echt zo gereinig weer aan het worden, want ik ben ook heel moe. En ondanks dat ik de pils lik, even mijn lichaam zoiets van, we gaan alsnog allemaal hormonen in je lichaam stoppen alsof je gesteld moet worden. En buisje op je gezicht gooien en zo. Maar ik heb hierboven geen wifi en YouTube doet super langzaam over het uploaden van mijn video. Dus ik wil hem per se morgen online hebben, maar 6 uur gaat sowieso niet lukken. Dus ik hoop dat het in ieder geval morgen online kan komen. Maar ik moet het echt gaan fixen met de wifi hierboven, want ik heb hier gewoon geen wifi. Ik moet ook op mijn telefoon. Kijk. Op mijn telefoon moet ik ook altijd op de 3G gaan, omdat hij het gewoon niet doet. Dus ja. Nou, ik ga slapen. Ik ben super moe. Dus bedankt voor het kijken. Sorry dat ik het zo niet blij afsluit. Oh, hij staat niet scherp. Ja. Is het wel scherp gesteld? Sorry dat ik het niet zo blij afsluit. Kan niet altijd blij zijn natuurlijk. Ik wil ook wel gewoon zo real mogelijk mijn vlogs doen. En niet doen alsof ik echt vet vrolijk ben ofzo. Ik heb gewoon niet echt mijn dag vandaag of zo. Heel eventjes had ik mijn dag. Heel eventjes. Nu ben ik echt heel moe. Dus bedankt voor het kijken. Slaap lekker. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En vergeet me niet te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog.